Brian Linssen, een dag voor de wedstrijd tegen Lazio Roma zei jij: zenuwachtig voor wedstrijden ben ik eigenlijk nooit. Misschien voor VVV, zondag thuis in Gelderdoom, nog wel ietsje meer. Was dat een grapje of is het echt zo omdat je er gespeeld hebt? Nee, het was wel een beetje een grapje. Het is wel een speciale wedstrijd voor mij. Het is de eerste keer dat ik tegen VVV speel. VVV zit eigenlijk ook wel in mijn hart, omdat ik daar eigenlijk vanaf dat ik 2 jaar ben ik daar over de vloer gekomen. Dus dat zit wel in mijn hart, dus ik vind het wel een leuke wedstrijd om te spelen. Je bent een Limburgse jongen, hebt alleen niet voor Rode JC gespeeld, wel voor MVV, voor Fortuna Sittard en inderdaad een aantal jaren voor VVV. Maar ben je niet een jongen van Fortuna Sittard? Kom jij niet in de jeugd daar vooral vandaan? Jawel, ik heb inderdaad, maar ik ben begonnen bij VVV in de jeugd, uiteindelijk gekozen voor Fortuna, omdat mijn broer bij VVV een groot talent was en ik wilde zelf mijn sporen zetten in het voetballen, niet op de naam van mijn broer teren. Toen heb ik voor Fortuna gekozen, maar uiteindelijk was mijn broer, die heeft de hele jeugdopleiding van VVV doorlopen en ik ben altijd meegegaan. Toen hij is weggegaan bij VVV, ben ik bij VVV gekomen, dus ik ben er eigenlijk tot mijn 21ste eigenlijk ieder jaar bij VVV gekomen vanaf mijn tweede. Dus als er een Limburgse club is die inderdaad in jouw hart zit, dan is het VVV? Ja, VVV zit er volledig in en Fortuna heb ik ook natuurlijk heel veel aan te danken, daar ben ik bij begonnen, dus dat is ook speciaal, maar VVV ook zeker. 7 punten hebben ze tot nu toe gehaald uit 4 wedstrijden, dus maar 2 minder dan jullie. Jullie staan tweede, knap. VVV staat 7e of 8e, ook razend knap. Kijk je daar met trots naar? Jawel, ik heb af en toe nog contact met Marco Bogus, grote man daar, zou ik maar zeggen. Technisch directeur. Dus ik gun ze het beste en ik hoop dat ze het ontzettend goed doen en dat ze het vast kunnen houden. Het wordt niet makkelijk, want het is gewoon ontzettend moeilijk als je er net in komt. Maar ze hebben nu gewoon 7 punten gehaald en dat hebben ze gewoon ontzettend goed gedaan. En die kunnen heel goed van pas komen op het einde van het seizoen. Met wat voor gevoel stond jij vanochtend op? Een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Je baalt nog steeds dat je geen resultaat hebt gehaald. Uiteindelijk wel met een goed gevoel, omdat je gewoon echt niet minder was dan Lazio. En Lazio is toch het team wat echt duidelijk de favoriet was voor deze wedstrijd. Dus wel met vertrouwen naar zondag toe.